Welkom mensen bij een nieuwe video op het Feyenoord YouTube kanaal. Ik ben hier vandaag met Jan-Ayn van Heijden en met Jeremiah St. Justin. Ik mocht je geen Jerry meer noemen, hoor. Nee, dat wil je niet meer? Nee, Jeremiah. Oké, dat is Jeremiah. Oké, wat we vandaag gaan doen. Jullie zijn één team en wij zijn één team. En we hebben achter ons staan hebben een bak met allemaal mensen die bij Feyenoord werken. En wat we moeten doen, je trekt er eentje en dan moet je diegene tekenen binnen één minuut. En dan moeten anderen raden wie het is. En als je het goed hebt, krijg je een punt. En als je het fout hebt, ja, geen punt. En degene die uiteindelijk wint, die is het meest artistiek. Denken jullie dat jullie kunnen winnen? Ja. Janssen, hij kan goed piano spelen, dus misschien is dat ook wel. Nee, maar het is net iets anders. Ja? Ja, het is net iets anders. We gaan het in ieder geval zien. Doe een duimpje op deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal en laat maar beginnen. Wanneer gaat die minuut in? Ja, op het moment dat je begint met tekenen. Dus ik kan nog even goed nadenken nu. Jij ook. Zijn iemand? Die is makkelijk. Dit is makkelijk, hè? Oké, 3, 2, 1, go. Ik mag het kaartje niet zien, hè? Dus ik, je moet me even omdraaien. Hij is klaar. Zal ik hem hierbij houden? Gewoon? Ik laat hem hierbij, ja. Vind ik wel. Zo. Nee. Oké, ik hou hem hierbij. Als hij Mimi niet weet, dan sowieso echt. Ik stop niet. Ja, ik weet niet wat hier gebeurt, man. Mag ik kijken bij hem? Ja, jij mag kijken bij hem. Dit is hier 1 seconde, dan weet je hem, ja. Het is. 30 seconden was dan makkelijker. Weet je? Nou, ik heb je naam zien liggen, maar. Yes, it's done! Oké. Maar eigenlijk, hier hadden we een rol. Mag ik moeten hebben, hè? Een roze stift had ik nodig, ja, maar ja. Oh, hij zit te praten. Wat zei je? Een roze stift had ik moeten gebruiken, snap je? Ah ja, maar dat is heel eerlijk, dit zie ik wel gelijk. Ja, ik denk dat ik hem ook. Dit is Jens. Dit is Jens Toornstra met de... Waarom is dit? De roze schoenen. Ja, dat is de roze schoenen. Ja, dat had ik niet nodig. Dat tatoeage, en hier is ook dat ondershirtje. Ah, ondershirtje. Dit was het even. Ja. Deze is 100% Ayoub. Ja, die zou ik ook vinden. Het is wel zo, hoor. Zo weet je toch al. Ik ga echt niet tekenen, man. Dat hoeft niet te kunnen tekenen, als je maar gewoon die kleine details hebt, weet je wel. Mag ik daar niks bij tekenen? 3. Je moet alleen een 2. Persoon. Ja, jij, nee. 1. Dat weet ik niet. Jij, go! Wacht! Ik weet het ook niet. Ja, wat wil je vragen? Ja, nee. Maar mag je de hints bij tekenen? Ja, niet te opvallend. Ik kan ook geen rebus erbij doen ofzo, maar. Ah, ik. Oh, mag ik niet zien. Kijk, wat fantastische tekenskills. Ja, voor mij ziet het er toch iets anders uit. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Wat moet ik hier? Hoe lang hebben we nog? Don. Ja. Zo! Dit is lastig. Mag ik ook kijken? Ja, je mag kijken, ja. Ja, je moet goed kijken, man. Hij heeft iets op zijn bovenbeen. Ja. Ja, ik denk dat het. Wacht, nee, niet die. Nee, misschien wel. Een tatoeage op zijn bovenbeen is dit. Ik denk Justin Bijlo. Voor mij is het fout. Helaas. Ja? Mag ik raden? Ik zou het ook niet weten. Kapsel is ook niet echt spreken. Maar ik dacht gelijk aan die bovenbenen. Tapia, zo. Ja, Renato. Ja, heel slecht teken. Je mag toch geen... Wat is dat? Ja, dat vind ik ook... Dat je mag toch geen land tekenen? Waarom niet? Ja. Oh, maar ja, dan was het heel makkelijk voor mij rood, geweest. Rood, met wit. Ja, als dit Colombia voor moet stellen, dan is het echt... Dat kan niet, ja. Maar ja, dat is... Het gezicht ook. Dit is waarschijnlijk sinister, maar dit telt toch niet? Je mag geen nummer, anders had je ook zijn nummer kunnen tekenen. Natuurlijk niet. Ik teken alleen een shirt, een tenue. Ik wilde nog vragen van, mag ik dingen erbij? Of moet het alleen een persoon niet? Anders wist ik wel. Ik vind deze niet tellen, maar... Jongen! Het gezicht lijkt er wel op, vind ik. Heb jij goed gedaan? Had je zonder gezicht ook geweten? Ja, als je heel dat blij had, had het nog gewoon gekund. Al dat lachen op je. Jammer dit. Je zit er te kijken. Hij is aan het tekenen. Oh, Nee. Go. Je mag. Ik ben heel jongen. Heel benieuwd wat jij gaat tekenen, man. Dit is echt niet normaal. Goed, hè? Nog 30 seconden. Het is wel een beetje klaar. Blijf verhouden, man. Ja. Zo, kijk, niet blij. Ja, hij is niet blij. Je wordt gewoon een kipneuk in zijn teken gehad. Wat? Kipneuk? Oké, hier. Of geen in de kruising. Ja, altijd in de kruising. Zo juichen? Ja. Ja, dat is niet moeilijk. Dit is Roy Makaay. Ja, oh, shit. Toch? Die van mij ga je niet raden. Oh, altijd in de kruising is Roy Makaay. Altijd, ja? Dit is hij ziet er netjes uit, maar wel een beetje gezet. Oh, je had gezet? Ja, oké, okay, ik zeg niks. Ik denk, hij heeft wel haar. Ja, mooi. Ik denk, Marten van Geel.
Nee, is ja, goed. Bijna. Dit is Gio. Gast, die is dan niet zo breed, gast. Ja, dat hoofd is ook een beetje klein. Oh, ja, hij begon goed met die beetje nette outfit. Ja, maar dat is wel. Daar wist ik dus geen speler. Oh, matig dit. Dit was die kipnugget. Ik wil een spookje tekenen. Oh, oh dat van Tom. Dat was van Tom. Twee van jullie, hè? We gaan aan de leiding. Als we mogen beginnen, dan... Oké, 3, 2, 1, go. Mag ik Nee, mag niet, hè? Oké. Goeie houding, hè? Goeie houding, hoor. Gaat goed, Koen. Ja. Dit is dit. Jan weet dit gewoon. Dit is echt lastig. Dit, als je dit niet weet... Okay. Dit heb jij, man. Ja? Kijk goed naar de situatie. Mag ik dat niet? Ja. Die weten we al. Ja. En deze is wel makkelijk. Dit is wel goed tegen. Is, ja, dat is goed tegen. Robin. Ja. Toch? Sterk, ja, hè? Ja, dit is geweldig getekend. Dit, ik film eerst even. Wat zegt dit? Ja, ik mag niks zeggen, maar dit moet je weten. Maar wat zijn al die poppetjes? Ja. Oh. Ja, is alleen ja. Ah. Weet jullie het? Ik denk dat ik het weet. Is het de trainer van onder 19? Ja. Dirk Kuyt. Ja, lekker! Yes! Kijk, die kleine poppetjes zijn jeugdspelers. Ik wilde eerst Filena zeggen, maar die stropdas. Ja, tot die stropdas, hè. Oké, lekker. We staan 3-2 voor jullie. Oké, we hebben nog eentje. Nog eentje over allebei. Dus, dus we kunnen alleen nog gelijk komen. En als jullie hem goed hebben, winnen jullie gewoon. Go. Dus dan moet je een ding doen. Ik kan die verhoudingen, ben ik niet zo goed in. Nou, je wordt iets getekend, dan weet je het sowieso. Oh, is het nou weer voor onzin, jongen? Ik moet gewoon... Ga je nou opstengelen? Hij is zo'n dikke nek. Je mag niet in. Hey, dit is echt cheaten wat ze doen. Ja, dit is echt cheaten. Is hij niet goed? Je moet de hand tekenen. Ja, maar hij staat misschien ergens. Dit is echt. Mag dit of niet? Nee, maar als je zo wil winnen, goed joh. Als je zo wil winnen. Ja, ik heb geen nummers gebruikt, niks. Nee, oké, het is wel slim. Niet helemaal eerlijk. Wel slim. Oh ja, maak het wel even makkelijker. Er zijn meerdere opties. Ah. Ja, deze is echt mooi. Kijk nou. Ja, dit moet wel Tony zijn. Ja, dit moet wel Tony zijn, dat kan niet anders. Hij gaat sowieso fout hebben, we spelen gelijk. Mooi getekend. Wat is dit nou? Kijk, dit zijn de achterste drie. Middenveld. De voorhoede. Vier aanvallers en de spits, ja. En nog een spits. Dit is denk ik Botta. Erik Bottagin. Toch? Ja. Nou goed gedaan, je hebt wel terecht. Winning. Je had gewoon 4 van de 5 goed, hè? Dat is op zich wel knap. Op zich wel lekker. Maar jullie waren ook niet slecht. Dankjewel, jullie hebben jullie best gedaan, weet je. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik wil jullie bedanken. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, we hebben echt teleurgesteld. Dank voor het kijken. Vond je het leuk? Zeker een duimpje omhoog en abonneer op het fijne YouTube kanaal. En dan zien we jullie weer de volgende keer bij een nieuwe video. Doei!